Hi, welkom allemaal. Welkom op mijn kanaal. Nou, nu zien jullie mij een keertje in het echt. Ik dacht, laat ik zelf ook eens een filmpje gaan maken. Met al deze toestanden. Zelfs heb ik een beetje naar huis geluisterd. Want corona meld-app heeft gemeld dat ik in de buurt ben geweest bij iemand die corona heeft. Dus ik ga me niet laten testen, maar ik wil voor geen risico nemen voor anderen. Dus ik blijf gewoon even een paar dagen lekker binnen. Dan heb ik toch te druk, dus ga ik toch niet weg. Ja, wat zal ik nu zeggen? Het is allemaal druk mee met al het gedoe. Acties, demo's, regelingen, persconferenties en noem maar op. Mondkapjes, nou dat dreig ik nog steeds. Ik ben een van de weinigen in de supermarkt die inderdaad met zonder mondkapje loopt. Hier valt het gelukkig wel mee dat je wordt niet echt raar aangekeken of het ergens. Nog niet. Misschien dat het nog gaat komen. Dus de regels eventueel volgende week meer aangescherpt worden. Ja, want ik heb net ook nog een filmpje gemaakt trouwens over een ondernemer. Die echt, ja, het water boven zijn lippen staat. Hij heeft dan ook een soort brandbrief, een noodkreet op internet gezet. Ik heb hier een video van gemaakt. Ik heb de video op mijn YouTube gezet. En ik hoop dat jullie hem ook willen delen, zodat zoveel mogelijk mensen hem te zien kunnen krijgen. Zodat misschien iemand die ondernemer kan gaan helpen. En als de overheid het niet doet, zullen we het om met z'n allen moeten doen. Elkaar een beetje steunen. Ik vind het best lastig zo om mijn eigen film. Ik hou er helemaal niet van. Dus ik houd er een heel kort filmpje, denk ik. Ik wil het in de toekomst wel vaker gaan doen. Dus we wachten even tot er andere dingen gebeuren. En dan kom ik wellicht wel weer live. Het zij op YouTube of misschien inderdaad zo voor de camera. Ik wil jullie in ieder geval allemaal bedanken voor het kijken naar de video's. Het liken en subscriben. Hartstikke bedankt daarvoor. Tot ziens.